Hoi, ik ben Anneke van Dijk. Ik ben fysiotherapeut en postdoctoraal onderzoeker aan het Stift UMC Plus. En de afgelopen 5 jaar heb ik een promotieonderzoek gedaan naar het stimuleren van de bewegingsapparaat voor patiënten tijdens de ziekenhuisopname. Momenteel ben ik bezig met vooronderzoek op hetzelfde onderwerp, maar ook op het perioperatieve onderzoekse optimalisatie en een stuk bekkenfysiotherapie. Ik werk dan een aantal uur aan de zorg en ik werk ook voor het Stift UMC Plus Zorg Innovatie Lab. Hoi, ik ben Hanneke van Dijk, fysiotherapeut en postdoctoraal onderzoeker in het Maastricht UMC+. En op 16 december mocht ik mijn proefschrift getiteld Factors Influencing Physical Activity Behavior in Hospitalized Patients verdedigen. Met Rob de Bie en Ton Lensen als promotoren. Jaarlijks worden er 1,6 miljoen patiënten in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Daar komen ze plotseling in een vreemde omgeving terecht en weten patiënten vaak niet goed wat ze mogen en kunnen. Meerdere keren per dag komen de zorgverleners op de kamer langs voor controles of de artsenvisite. Het eten wordt op de kamer langsgebracht en het bezoek komt 's middags gezellig met z'n allen rondom het bed zitten. Als ziekenhuis leveren we bedgecentreerde zorg. Dat betekent dat de meeste zorgprocessen erop gericht zijn dat de patiënt zich op de kamer bevindt. Dat draagt eraan bij dat patiënten het grootste gedeelte van de dag inactief zijn. Gemiddeld besteden ze 87 tot 100% van de dag liggend of zittend door. Dat draagt er weer aan bij dat patiënten in korte tijd spierkracht en conditie inleveren en een verhoogd risico hebben op verlies aan zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten en complicaties. Daardoor blijven patiënten weer langer in het ziekenhuis opgenomen, hebben ze tijdens en na ontslag meer zorg nodig en stijgen de zorgkosten. De doelstelling van mijn proefschrift was daarom om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het beweeggedrag van patiënten tijdens de ziekenhuisopname. Maar als we nou het beweeggedrag van patiënten willen verbeteren, dan is een eerste belangrijke stap dat we inzicht moeten zien te krijgen in alle factoren die het beweeggedrag in positieve en in negatieve zin beïnvloeden. Vervolgens kunnen we interventies uitkiezen om belemmerende factoren weg te nemen of om stimulerende factoren juist meer tot uiting te brengen. In de eerste studie van mijn proefschrift hebben we daarom samen met Sven Gele van het Amsterdam UMC een scoping review uitgevoerd. Waarbij we in de wetenschappelijke literatuur hebben gekeken welke factoren er al eerder door patiënten en zorgverleners beschreven waren. We hebben een overzicht gecreëerd van al deze factoren en deze gecategoriseerd met behulp van het Theoretical Domains Framework. In de tweede studie hebben we ons gefocust op 1 specifieke patiëntenpopulatie. Oudere patiënten die met een acute medische aandoening in het ziekenhuis opgenomen worden, lopen een verhoogd risico op negatieve uitkomsten als gevolg van inactiviteit. Om bij deze patiënten ook in kaart te brengen welke factoren het beweeggedrag allemaal beïnvloeden, hebben we interviews afgenomen met patiënten en zorgverleners. En de factoren die hieruit naar voren kwamen, hebben we vervolgens ook weer gecategoriseerd met behulp van het Theoretical Domains Framework. In beide studies zagen we dat het veranderen van het beweeggedrag een complex probleem is, wat door heel veel verschillende factoren beïnvloed wordt. Ook zagen we dat uit beide studies nagenoeg dezelfde factoren naar voren kwamen. Wat laat zien dat de complexiteit van het veranderen van het beweeggedrag nauwelijks afneemt, ook als je kijkt binnen 1 populatie, binnen 1 setting. Daarnaast zagen we dat er een aantal categorieën waren waar veel factoren aan toegewezen konden worden. Dat waren bijvoorbeeld de fysieke omgeving van de kamer, de verpleegafdeling en de overige ruimtes van het ziekenhuis. Patiëntgerelateerde factoren zoals pijn, misselijkheid en duizeligheid. Daarnaast ook diverse zorgprocessen. Denk daarbij aan de arts die 's morgens standaard zijn ronde maakt langs alle patiënten. Maar waarom zouden zelfstandig mobiele patiënten niet bij de arts langs kunnen komen op spreekuur? Maar ook een beleid om gezamenlijk in een huiskamer te eten in plaats van dat het eten standaard op het nachtkastje gezet wordt. Vervolgens hebben we nog de aanwezigheid van middelen. Denk daarbij aan loophulpmiddelen, oefenmaterialen. De aanwezigheid van wearables, maar ook de aanwezigheid van voldoende zorgpersoneel. En als laatste categorie de sociale invloed van anderen. Dus de stimulans en de begeleiding die patiënten krijgen van zorgprofessionals, maar ook van andere patiënten en van het bezoek. In de derde studie van dit proefschrift hebben we 2 predictiemodellen onderzocht, waarbij we gekeken hebben of we vlak na opname al kunnen voorspellen welke acuut opgenomen oudere patiënten tijdens de rest van de opname een verhoogd risico lopen om minder dan 47 of minder dan 64 minuten per dag te gaan staan en lopen. We hebben hiervoor bij 165 patiënten vlak na opname een screening uitgevoerd die uit 2 testen bestond. Met behulp van de eerste test, de Short Physical Performance Battery, kregen we relatief snel inzicht in het fysiek functioneren van patiënten.
Met behulp van 3 items kregen we inzicht in de balans, de loopsnelheid en de spierkracht van de benen. Met behulp van de tweede test, de Activity Measure for Post-Acute Care, oftewel de MPEC, kregen we inzicht in de mate van ondersteuning die patiënten nodig hebben bij het omdraaien in bed, bij het tot zit komen, bij het opstaan, het gaan zitten in een stoel en bij het lopen. Daarnaast hebben we bij alle patiënten ook nog met behulp van het accelerometer het beweeggedrag gemeten tot aan het ontslag. En we zagen in beide predictiemodellen dat we vrij goed kunnen voorspellen welke patiënten een verhoogd risico lopen om tijdens de rest van de opname minder dan 47 of minder dan 64 minuten per dag te gaan staan en lopen. In de vierde studie van mijn proefschrift hebben we Hospital Fit onderzocht. Hospital Fit is een innovatieve beweeginterventie die bestaat uit een smartphone-app gekoppeld aan een accelerometer. In de app hebben de patiënt en fysiotherapeut inzicht in het fysiek functioneren en in de hoeveelheid beweeggedrag die patiënten laten zien per dag. En tevens kan een op maat gemaakt oefenprogramma aangemaakt worden. We zagen in deze studie dat patiënten die een totale knie- of heupgewrichtsvervangende operatie hadden gehad, op de dag na de operatie gemiddeld zo'n 28 minuten meer gingen staan en lopen en ook sneller weer dagelijks zelfstandige activiteiten konden uitvoeren. In de laatste studie hebben we het accelerometeralgoritme wat in Hospital Fit geïmplementeerd was, verbeterd en gevalideerd in 50 patiënten, zodat we het beweeggedrag van patiënten nog nauwkeuriger kunnen meten. Met het verbeterde algoritme zijn we nu in staat om staan ook van lopen te onderscheiden en kunnen we het aantal keer meten dat patiënten per dag hun inactieve gedrag onderbreken door even in beweging te komen. En het verbeterde algoritme is inmiddels in Hospital Fit geïmplementeerd en wordt nu in de praktijk gebruikt om het beweeggedrag van patiënten te meten. Ik wil mijn promotieteam bedanken. Ik wil jullie ook bedanken voor de aandacht. En hierbij hebben jullie kort inzicht in de inhoud van mijn proefschrift gekregen.